Ik ben burgemeester van Denderleeuw. Mijn naam is George Cook, C-O-U-C-K. Je zou kunnen zeggen dat Denderleeuw een forenzengemeente is. Er wonen vooral bedienden en arbeiders die werken in Brussel. En wij zijn dan ook een tamelijk groot spoorwegknooppunt. We hebben een groot station. Ik weet zeker als ik morgen zeg, nou, ik amuseer me niet meer, dat ik direct mee stop. Maar ik heb gewoon, nou, ik amuseer me. Je hebt misschien zitten in een stoel en dan ga ik in zitten en dan lach ik met de barsten. Hier worden de spelers gemasseerd. Dat is de massageplaats voor de spelers te masseren. Mijn naam is De Zadel in de Steur en ik ben hier bij FC Dender als vrijwilliger aangenomen voor hier. Als Jan zegt, je moet hier zijn om 9 uur, dan moet je niet om 8:55 toekomen. 9 uur is voor hem 9 uur. Je hebt de hele wereld hier, hè? In huis. Ja, het is... Over de hele wereld heb ik voetbal of sport, noem maar op. In het begin was het verschrikkelijk, want dan ging ik kijken, geef maar voetbal naar Argentinië. Nou, dat begint 8 uur, dus 12 uur of 1 uur bij ons. En dan ga je naar Japan toe en dan zie je ineens dat Japan het G-League bezig is. Nou, en dan ga je ook nog naar kijken, omdat dat wil je ook nog even meenemen. Hoe laat is het dan? Ja, dat was geloof ik 5 uur in de morgen. Dus, en dan ben je de volgende al gebroken. Ben je verslaafd? Ja, ik ben... Ander spelletje wel, ja. Daar ben ik echt helemaal beschokken van, ja. De vorige trainer, ja, die vertrok altijd met 1 spits. En Boskop heeft dat natuurlijk wel veranderd terug met 2 of met 3 spitsen. En dat is het verschil. En soms de spelers wel een beetje, zo gezegd, veranderd van plaats. En dat is helemaal goed meegelukt. Ja, en meer kan ik niet zeggen. Het is echt een fantastische club. Dat bedoel ik niet, dat bedoel ik gewoon hoe het beleefd wordt. Dus dat is echt, kijk, ik kan het ook niet vergelijken met Anderlecht of andere ploegen, dat mag ook niet. Ja, het is eigenlijk nog een van de echte ploegen in België, buiten dus nog andere ploegen. Ja, zoals ik 30 jaar geleden kwam in België, of 35 jaar geleden, ja, is dat weer een kopie ervan. Maar ze kunnen toch niet verstoppen dat ze van heel ver naar heel hoog zijn gekomen, maar dat ze nog steeds op de manier denken zoals in 3e of 4e klas. En dan nou moeten wij nog een keer het moeilijkste werk gaan doen. En dat is het plein daar. En dat doen we met onze drieën, met Louis en met Fred hier, de 2 gebroers. Jeugdwedstrijd zijn aan het zoeken. Ik kan het station niet meer vinden. Normaal geven ze jeugdwedstrijd, jeugdvoetbal. Ik kan het niet vinden. Voor mij kan het wel proberen zijn. Want voordat we wel die moeten alles reinigen, moeten wij dat zelf, dat er maar allemaal op te zetten. In plaats, als ze zelf nu een plaats verlaten nu, na de training en ze zetten allemaal zelf die schoenen op, dat is allemaal werk voor ons beiden gespaard. Want Jan Boskamp heeft ook al een keer een opmerking gemaakt over laatst tegenover de spelers, dat ze voor ons meer moeten respect hebben. Ja, want ze laten alles achter. Bandjes van tapen, dat ze, ja, dat, en we hebben zeker altijd een half uur werk voordat we kunnen beginnen de vloer te reinigen. Hé, Louis? Ja, zeker en vast. Ik
elkaar doen. Dat is onze keeper. Doelwachter vandaag. Dat is de doelwachter vandaag. Het is een feit natuurlijk dat er met de komst van Boskamp hier heel wat veranderd is en dat wij enorm op vooruit gegaan zijn door zijn kennis, door zijn ervaring, door zijn professionalisme. Alles moet perfect zijn. Waar kan hij zich nog druk om maken? Goh, over alles. Echt? Ja, ja, dat verrast mij soms wel. Heijs! Ah, pleutig op, scheids. Fred, ik luid en ik niet doorgaan. Godverdomme, Tom. Door niet stoppen, Fred! Ga dan door, Fred. Draag een bal, Joop. Oh, wat een klote bal, man. Juist, zo hoort dat. 6 jaar geleden is je vrouw je ontvallen. Dat is heel ingrijpend natuurlijk. Ja, ik had gewoon nergens geen trek meer in. Ik heb zelf het ergste geweest. Kijk, iedereen weet dat het niet leuk is. Maar ik heb toen ook nog een beslissing moeten pakken waar ik nog steeds een kriebels van krijg. Dus dat heb ik... Maar ik praat er ook in principe niet graag over, maar er komt blijven altijd hangen. Iedereen zegt, ja, dat gaat voorbij, dat gaat slijten, maar ik denk niet dat het slijt. Je hebt moeten kiezen om de behandeling stop te zetten van je vrouw. Ja. Voetbal is jouw lust in je leven, maar op dat moment is dat al... Nee, het stelt helemaal niks voor. Mijn echte stelt echt niks voor. Voetballen stelt helemaal niks voor. Maar daarom ga ik er ook zo makkelijk mee om naar. Dus het raakt me niet. Als ze nou morgen zeggen, je moet weg, nou, geen probleem. Dan ga ik pleiten. Het raakt me helemaal niet meer. Wouter! Stoot die bal dan sneller! Fred! Voilà! Dan kan je er mee voetballen, man! Is toch niet te geloven, man? Ah, dat mag jij met één hand, man! Altijd maar draaien met die bal. Diepte, man! Altijd maar die breedte, best op de bal, ik word er stroomziek van. Ja! Hey! Ja, maar, hè? Kijk.